Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 5 van Robbers Moltok. Voordat ik ga beginnen, wil ik eerst even een kleine huishoudelijke mededeling doen. Aflevering 6 van Robbers Moltok zal niet zoals gewoonlijk op maandag komen, maar zal pas aan het einde van de week zijn, op vrijdag denk ik zo. Ja, dat is dus een dag voor aflevering 7 van Wie is de Mol op tv komt. Helaas, door persoonlijke omstandigheden ben ik niet in de gelegenheid om eerder een video te kunnen uploaden. Excuus daarvoor. En daarna dan zal het gewoon weer als vanouds op maandag zijn. En dan is het tijd om te gaan beginnen met de aflevering: de aflevering waar niemand het spel hoeft te verlaten. En ze de volgende aflevering, dus ze gaan beginnen met een test. En waarschijnlijk ook een executie. En wat we ook hebben kunnen zien, is dat er maar 15 vragen waren in plaats van 20. Dus ik heb het vermoeden dat gedurende de opdrachten van komende week. dat er dan ook nog een vijftal extra vragen bij komen. In ieder geval vond ik dit een hele leuke aflevering om te zien. En het wekte bij mij behoorlijk wat verwarring op. En ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik hoop dat ik het dan goed kan uitleggen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst door naar onze community. De inmiddels bekende Paul heeft 16 stemmen gehad deze keer, waarvan 6 op Jurre en is daarmee ook de meest verdachte van deze week. Daarna Nabil met 5 stemmen en vervolgens Daniel Aranomi met 2 stemmen. En eigenlijk zoals we al wisten heeft Soy helemaal geen stemmen. En het is ook best wel leuk om te zien dat er zoveel verschillen zitten na een aflevering. In ieder geval staat er nu ook weer een nieuwe link in de beschrijving met de poll, Wie jullie verdenken dat de mol is na aflevering 5. Daarnaast waren er ook nog een aantal reacties. Te beginnen met die van Emilie. Dankjewel weer voor het uitwerken van de opdrachten. En ja, mocht je de hele reactie willen lezen, pauzeer dan even de video. Dan kan je het rustig op je gemak doorlezen. Eigenlijk waar het op neerkomt is dat bij opdracht 1 van de vorige aflevering... dat de eerste persoon... Al 300 euro heeft gepakt en daarna dus 50 euro. En ja, dat zou op zich ook wel logisch kunnen zijn. Want hoe meer je pakt in het begin en hoe meer je weglegt aan het begin, des te minder geld dat er over is voor de rest van de kandidaten. Ja, je doet dat natuurlijk voordat de camera's of dat het stukje van het speelveld zichtbaar werd. En dat is ook de beste tijd om natuurlijk even snel te kunnen mollen door die pakbonnen gewoon weg te stoppen. En natuurlijk in de opdracht 2. De bekende bad-eentjes die refereerden naar Ranomi. Ja, in ieder geval door de reactie van Emily kwam ik ook wel wat meer te weten over de achtergrond van Ranomi. En dat was best interessant om te lezen ook. Vandaar dat ik ook net zei van pauseer even de video en lees het even rustig door. En... Ja, dan opdracht 3. Dan maakt ze zichzelf ook natuurlijk wel verdacht door als eerste het pakketje te pakken. Maar ze krijgt zelf ook heel veel informatie daaruit om dat als eerste te doen. En door als eerste de koffer te pakken, loopt ze natuurlijk weg van de hele discussie die daarna op gang komt. Dankjewel, weer. En ik ben benieuwd wat je na aflevering 6 weer hebt gezien en dan uiteraard ga ik het de volgende aflevering ook weer gewoon weer delen en dan hebben we vervolgens Marjan en Ann die het eigenlijk met elkaar eens zijn en ik heb en ik denk ik wel ook onbewust meegenomen in deze aflevering van Wie is de Mol. Mian geeft aan dat ze meer neigt naar Juren als de mol zijnde. Hij houdt constant heel veel geld uit de pot. En hij controleert ook constant van doe ik het wel goed, doe ik het dit. Nou kan het natuurlijk zijn dat hij onzeker is. Maar de andere kant, en dat zou ook heel erg logisch zijn, is dat hij controleert of hij niet wordt aangemerkt als mol zijnde. En dat is natuurlijk ook wel een hele slimme actie door ja, letterlijk gewoon een dubbelspel te spelen. En dan natuurlijk ook Chris, die het verhaal van Marjan nog eens bevestigt: dat het waarschijnlijker is dat de mol bij. Jurre, Daniel en Anke zit. En hier moet ik wel een kleine notitie bij geven. Dat wanneer ze de test maken. Dat ze natuurlijk maar een klein stukje laten zien. Van wie ze verdenken en dat soort dingen. Eigenlijk om kandidaten juist meer verdacht te maken. Of juist de mol wat verder weg te stoppen. Ja uiteindelijk ben ik nog steeds benieuwd. En ik waarschijnlijk niet alleen. Wie natuurlijk de mol is aan het einde van het seizoen. En dan eh, als hebben we als laatste Alex. Daar wordt aangegeven dat Soi een groen scherm had. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wie dan het rode scherm heeft gekregen. Aniek heeft nu het rode scherm gekregen, omdat ze natuurlijk het tweede na slechtste was. De slechtste zat dus in de top drie. Dat had dus Nabil, Soy of Daniel kunnen zijn. Uh, ja, even hun was de slechtste in deze test. Nou ja, laat me weten wie jij denkt dat dan daadwerkelijk de slechtste was in deze test die ze hebben gedaan. En uh, mocht jullie ook uh, na het kijken van deze afleveringen nog uh, hints theorieën hebben die ik uh, niet heb meegegeven, laat het vooral weten in de reacties. En dan uh, neem ik het mee. Uh, met de volgende aflevering van Robbers Moltalk. Dan is het nu tijd om aflevering 5 te bespreken. De titel van de aflevering is portretten. Deze kan je natuurlijk op twee manieren opvatten. Natuurlijk, de schilderijen zoals heel mooi in opdracht 2 ophingen. Ja, die is natuurlijk te makkelijk. Maar je kan het ook zien als een voorstelling van een persoon. In opdracht 1 omschrijven Jurre en Anke de mensen die naar de kerk gaan met hun stoel. Dus beschrijven ze hun portretten. Ripbroek, ja? oh, wel, dankjewel. Top. Enjoy your day. Ja, dat is totaal niet wat ik bedoel. Oké, okay, have a good day in the church. Oftewel, de voorstelling van een persoon. En in opdracht 2 zie je van iedereen een portret hangen. Behalve van Nabil. Van Nabil lijkt meer op een gewone foto. En een portret is eigenlijk ook vanaf het... Ja, vanaf borsthoogte naar boven toe. Dus eigenlijk vanaf... Kijk, ja, laat je... Vanaf hier zo naar boven toe. Dat zou dus een portret moeten zijn. En... Daarom leidt dit natuurlijk als een hele goede hint richting Nabil Asmol's einde. In ieder geval tot zover de titel van de aflevering. En dan uh, gaan we door naar opdracht 1. Opdracht 1 is ook wel genaamd Altaar Ego. Uh, de opdracht waar ze 2000 euro binnen konden halen. En uiteindelijk maar 700 euro in de pot hebben binnengebracht. En een van de meest opvallende dingen van deze opdracht. Was dat natuurlijk dat Ranomi en Daniel de meeste mensen niet goed hadden. Terwijl ze een bord voor zich hadden. Met daarop de omschrijving en wat voor werk ze deden. Of wat ze... Tot de relatie van de familie waren. Ja dat stelden ze dus ook niet als vragen aan Jurre en Anke. Als ze hadden gedaan dan hadden ze veel waarschijnlijker veel meer dingen goed gehad. En dat is dus ook wel een hint richting beide. Dat ze dat gewoon eigenlijk hebben verprutst. En als ik eh, dan zo terug moet kijken ook naar de vorige aflevering. Wilde ik nog steeds zeggen dat de mol niet... ...het hoogste bedrag wilde hebben om invloed op het spel te hebben. Maar ja, in de eerste opdracht kon natuurlijk wel geld verdiend worden... ...en omdat het voor de kandidaten lastig zou worden... ...is het natuurlijk voor de mol natuurlijk niet echt noodzakelijk om bij die groep te zitten. Ja, en dan zou je zeggen van... ...ja, maar dan zou in theorie dus Nabil de hint zijn... ...want Soy we wel niet meer. Ja, het is natuurlijk een optie. Maar als we dan de andere kant gaan bekijken... ...dan zou de mol juist wel een laag bedrag willen hebben... Om alsnog extra te kunnen mollen om natuurlijk nog meer geld uit de pot te houden. Nou en de beste plek daarvoor zou zijn natuurlijk buiten. Want je kan daar constant en de portofoon kan je ingedrukt houden. Maar ook kan je wat meer afstand van elkaar nemen. Waar Ranomi en Daniel binnen dus heel erg bij elkaar stonden. En dan valt het dus op wanneer je dus een molactie uitvoert. En natuurlijk bij opdracht 2 wil je ook een envelop openen. En natuurlijk daardoor ook dus geld uit de pot halen. Maar goed, daar komen we zo verder op terug. Verder maakt Daniel duidelijk dat hij bij de opdracht eigenlijk in eerste instantie buiten wil doen, maar later wordt gefloten. En dat hij alsnog naar binnen moet, dus in de kerk moet gaan zitten. En eigenlijk werd dat ook nog wel een keer weer bevestigd dat het voor een mol een hele goede sleutelpositie zou zijn. Eigenlijk zei ik gelijk al aan het begin: ik wil graag de verdeling doen. Ik denk dat je daarmee ook de meeste invloed weer op het spel kan hebben. En dat dat ook de plek is waar de mol zou willen zitten. En verder wordt Jurre ook natuurlijk veel verdachter gemaakt. Eigenlijk heel simpel omdat je bij Anke zag dat ze de naam vroeg van de persoon, hoe ze eruit zagen. Maar ook wat hun werk of wat hun relatie tot familie was. En bij Jurre zag je eigenlijk alleen de antwoorden die ze dus doorgaven aan Daniel. Ik heb hier ook Koers de Voon en uh, hij ownt een restaurant. Staat hij er bij jullie op? Ja, je weet dus niet of Jure dan in dit verhaal gelijk heeft. Of omdat hij juist gewoon alleen maar random antwoorden geeft. Ja, om het zo onduidelijk mogelijk te maken voor de andere kandidaat. Heel slim natuurlijk. En uh, natuurlijk uh, hebben we het eerste geld in het spel. En natuurlijk niet het geld wat op de kistje geplakt zat in de vorige aflevering. Maar het werd nu eindelijk weer fysiek uitgedeeld. En eigenlijk, en dat denk ik ook wel, dat de makers van het spel ook zo hebben gedaan dat vanaf aflevering 3, waar ze het woord schip moesten raden, dat ze dat goed moesten laten uitvoeren. En dan kom je ook weer bij Jurre terecht als mol zijnde. Want als dat niet goed zou gegaan, zijn gegaan, dan zou ook dus deze aflevering spellen gewoon niet gedaan kunnen worden. En dat er dus ook heel wat anders bedacht moeten worden om het alsnog hetzelfde effect te kunnen krijgen. Maar ja, nu er weer eindelijk fysiek geld in het spel is, hoop ik, of ben ik benieuwd of dat er nog geld verduisterd gaat worden. Maar ja, dat gaan we waarschijnlijk pas zien aan het einde van het seizoen. In ieder geval, dat was het voor opdracht 1. En dan gaan we nu door naar opdracht 2. Opdracht 2, ook wel verschijning genoemd. De opdrachten waar een gevolg te zien was op het shirt van Jurre. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat het een bad eend is. Maar ja, zoals je naast mij kan zien, lijkt het er echt totaal niet op. En ze konden deze opdracht 9500 euro verdienen als iedereen en hun karakter, eigenschap goed had en ook allemaal voor het geld hadden gekozen. Nou, dat is dus niet gebeurd. En is er alleen door Daniel geld in de pot gebracht. Wel geteld 1250 euro keer 2. Dus 2500 euro. Ja dat komt er nu dus op neer dat er 6800 euro in de pot zit. En dat is toch echt wel een flinke stap naar beneden. En dan een hint of eigenlijk meerdere in één. Wat zou kunnen leiden naar Renomi als mol zijnde. We hebben natuurlijk kamer 11. Wat je zou kunnen herleiden naar de 11e letter in het alfabet. Welke letter K is en naar kamer nummer 18. De 18e letter van het alfabet. Is natuurlijk de letter R. En ja, dat zou dus verwijzen naar Ranomi. En misschien is dat vergezocht. Was het een roze kerk. Dus zou het ook nog zo kunnen zijn dat deze aflevering specifiek daarop gericht was. Of dat het geval is. Het zou kunnen. Ik, uh, ik hou het even in het midden. Maar het zou natuurlijk uh, heel mooi zijn als het ook echt daadwerkelijk een, een hint was richting Ranomi als mol zijnde. En dan als we kijken wie de geld uit de pot heeft gehaald. Dan zijn dat natuurlijk Jurre en Anke. Waarbij Jurre echt wel heel erg verdacht wordt gemaakt. Deze aflevering. Ik me eigenlijk wel steeds meer ga afvragen of Jurre nou wel of niet de mol zou kunnen zijn. Want zijn reactie was echt wel geïrriteerd over het feit dat Zoey heeft gelogen. Je had het over twee jokers. En jullie krijgen dus met z'n tweeën één joker. Over het feit dat Nabil. En sorry, per persoon één joker zouden krijgen wanneer dus de kandidaat een envelop zou openen met geld daarin. Maar uiteindelijk kregen ze dus, en ik moest ik even dubbel checken, kregen ze dus maar één joker per twee personen. En dat houdt al in dat eigenlijk dan twee mensen geen joker zouden kunnen krijgen. Maar ja, wat ik me dan even afvraag: is hij dan vergeten dat hij juist heel erg vrolijk was toen hij de jokers heeft gekregen in aflevering 3? Maar wat gaan we doen? Is dat uh, wel zeker weten? Is dat eigenbelang? Laat het weten in de reacties wat jij uh, hierover denkt. En dan uh, vervolgens uh, probeert hij uh, Anker te overtuigen om de joker te nemen. En hoe hij dat doet, ja, dat uh, was voor mij ook wel heel erg verdacht. Want hij was heel erg zenuwachtig, hield de hand voor zijn mond. En ik had een beetje het gevoel dat hij niet heel goed wist wat hij moest doen of niet. Hij wordt daardoor ook extreem verdacht gemaakt. Voor ja, maar hij daar zit misschien wat geld in. Nee, want zij kiezen ook voor zichzelf. En daarom zeggen ze het euroteken. En als ik dan ook gedurende dat stukje kijk naar Anke, vind ik haar toch wel heel erg rustig. Ze zegt van ja, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat ik moet doen. Maar ze was zelf heel erg gefocust. Van nou, ik voor mijn gevoel, had ze dus voor mij een beetje het gevoel van: oh, ik weet wat ik ga doen. Ik ga kijken of ze mij nog kunnen overtuigen, want nou ja, die en die reden. En de enige die dat dus deed, dat was Jure die haar probeerde te overtuigen. En niet eens echt nobiel. Of ja dat uh, laat mij in ieder geval de alarmbellen rinkelen dat uh, Anke toch uh, wel misschien nog een mol zou kunnen zijn in ieder geval tot zover de aflevering van wie is de mol en dan uh, gaan we door naar de afsluiting van de aflevering en uh, natuurlijk de bekendmaking wie ik denk dat de mol is ik kan er uh, eigenlijk wel heel lang uh, over praten maar eigenlijk de reactie van Mayan An en Chris heeft mij toch wel aan het denken gezet en ik heb daardoor ook wel wat veranderingen in mijn verdachte lijstje aangebracht. Waar ik Nabil, Ranomi en Daniel verdacht. Ben ik eigenlijk nu overgegaan naar Daniel, Jure en Nabil. En daarnaast houd ik Anke ook wel in de gaten. Want het is nu natuurlijk de vorige aflevering dat met die kistje dat ze al deed. En nu weer dat ze zoiets heeft. Ik heb het gevoel dat er meer achter zit. Um, ja, laten we ook zoals gewoonlijk weer uh, weten in de reacties of in de beschrijving heb je een link staan naar een poll wie jullie verdenken dat het de mol is. En dan neem ik het uiteraard mee in de volgende aflevering. En zoals ik aan het begin van de aflevering zei, de volgende aflevering van Robbers Mol Talk zal de dag voor aflevering 7 van wie is de mol zijn. Dit helaas vanwege persoonlijke omstandigheden. Ja, en dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. En als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.